de voorwaarts, voorwaarts. Een van de laatste nog zeilende koftjalken. Gebouwd in 1899 op de werf van de gebroeders Verstok in Martenshoek, werd het na een lang en arbeidzaam leven het vlaggenschip van de provincie Groningen. De koftjalk is één van de voorlopers van de Groninger coaster, die in de jaren 30 op de Groninger werven ontwikkeld wordt. Delfzijl aan het begin van de jaren 20. Op weg om steeds meer de havenstad van Groningen te worden. De aanleg van het Eemskanaal in 1876 heeft de neergang van de stad Groningen als havenstad niet kunnen keren. Een van de producten die in Delfzijl wordt aangevoerd is het chilisalpeter, de voorloper van de moderne kunstmest. Het verhaal van de Groninger scheepsbouw is een verhaal van ups en downs. En het verhaal van de steeds weer terugkerende problemen om binnendijks gebouwde schepen buitengaats te krijgen. Aan het Winschoterdiep bevinden zich tal van werven. Als Van Diepen, Bo Davis, Patje en E.J. Smit. Schepen werden in die tijd nog geklonken, wat een zeer lawaaiig karwei was. Veel werfarbeiders waren dan ook al behoorlijk doof tegen de tijd dat ze met pensioen gingen. In de jaren 30 ontwikkelen de Groninger werven de coaster. Deze schepen kunnen zowel op zee varen als in het binnenland en ze maken vervoer van deur tot deur mogelijk. De coaster is een motorvrachtschip van maximaal 500 ton inhoud. Dat is in die tijd de maximumgrens van de kleine handelsvaart. Maar voor de oorlog zijn de coasters vaak niet groter dan zo tussen de 200 tot 400 ton. De grotere coasters varen op landen als Engeland en Zweden, de kleiner op Duitsland en Denemarken. Het is vooral door de coaster dat de Groninger scheepsbouw de moeilijke crisistijd van de jaren 30 aardig goed doorkomt. Eigenlijk zou het in de jaren 30 slecht moeten gaan met de scheepsbouw, want het vervoer van scheepsvracht daalt sterk, terwijl het aantal schepen in de vaart groot is. Toch is de coaster een succes, want de coaster heeft een aantal grote voordelen. Direct vervoer naar de afnemer, want overladen in de zeehaven is niet nodig.
En dat de coaster vrij klein is, pakt juist gunstig uit. Want grotere schepen kunnen in die tijd toch vaak hun volledige laadcapaciteit niet benutten. Hier zien we de Abel Tasman te water gaan bij Sander in Delfzijl in 1937. Amper 2 jaar later, in 1939, vergaat het schip al als het bij Poel op een mijn loopt. Maar behalve coasters worden er op de werf ook andere schepen gebouwd, zoals deze rivierboten en deze loods aan een sleepboot. De Chaimite werd in 1938 bij Nistern in Delfzijl gebouwd in opdracht van de Portugese regering. Het schip was bedoeld voor de Oost-Afrikaanse kolonies van Portugal. De Portugese ambassadeur en de commissaris de koningin in Groningen zijn aanwezig bij deze feestelijke tewaterlating. Een mooi voorbeeld van een Groninger coaster is de Fredanja, hier te zien in 1936 voor de werf van Van Diepen in Waterhuizen aan het Winschoterdiep. Het schip vertrekt hier naar Delfzijl voor zijn proefvaart. Kustvaarders onder de 500 ton, zoals de Fredanja met zijn 277 ton, zijn typisch voor de Groninger zeevaart. In 1940 zijn er in Nederland 506 coasters in de vaart en maar liefst 357 daarvan zijn afkomstig uit Groningen. Typisch Groninger verschijnsel is ook dat kustvaarders in handen zijn van kleine reders en kapitein-eigenaren en niet van grote reders. De Fredanja passeert hier de Bonte Brug in het Winschoterdiep, een van de knelpunten op weg naar Delfzijl. Als de Bonte Brug eenmaal probleemloos is genomen, gaat het schip rechtsaf de Oosterhaven in, de laatste brug van de stad door, het Eemskanaal in en richting Delfzijl. Hier vertrekt de Fredanja voor haar proefvaart vanuit de haven van Delfzijl. De proefvaart is een feestelijke gelegenheid waarbij veel genodigden meevaren. Er zijn een paar zaken die standaard plaatsvinden op zo'n proefvaart. De snelheid van het schip wordt getest met het log. De radio wordt getest bij Radio Holland. En als laatste worden de ankers op hun deugdelijkheid beproefd.
de geslaagde proefvaart wordt een glas geheven. Maar ondanks de feestelijke stemming zou de Fredanya niet lang in de vaart zijn. In 1940 neemt het schip nog deel aan de evacuatie van Britse militairen uit Duinkerke. Maar op 1 januari 1942 vergaat het, als het op de rotsen slaat bij de Noord-Ierse kust. Van oudsher was de stad Groningen via het Reitdiep direct verbonden met de zee. In de loop van de 19e eeuw blijkt echter dat de haven te klein is en het Reitdiep te moeilijk toegankelijk voor de steeds groter wordende schepen. Na de komst van het Eemskanaal houdt de Noorderhaven op te bestaan als zeehaven. De nieuwe verbinding met de zee gaat vanaf 1876 van de Nieuwe Oosterhaven via het Eemskanaal naar Delfzijl. De stad heeft hoge verwachtingen van de Oosterhaven als zeehaven, maar die komen nooit echt helemaal uit. Afstand tot zee is nu eenmaal te groot en al gauw blijkt ook het Eemskanaal te klein voor de grotere zeeschepen. Wel komt er veel binnenvaart in de Oosterhaven. Tegelijkertijd met de Oosterhaven komt er de Westerhaven, met elkaar verbonden via het verbindingskanaal. Deze haven is nooit een succes, want ze is te moeilijk bereikbaar voor de grotere schepen. De haven van Delfzijl in de jaren 30. In de haven wordt hout uit Noord-Europa, steenkolen en koks uit Engeland en chilisalpeter uit Zuid-Amerika ingevoerd. Zoals hier met de Guecho. Chilisalpeter wordt gebruikt als mest in de landbouw. In de jaren 20 is de invoer in Delfzijl nog steeds veel groter dan de uitvoer. De uitvoer bestaat uit aardappelen, aardappelmeel en strokarton. In de jaren 30 stijgt opeens de uitvoer van stro naar Engeland sterk. Er is in die crisistijd sterke overproductie van stro en men kan het alleen nog kwijt door het in bulk per schip te vervoeren tegen afbraakprijzen. Een centraal figuur in de jaren 30 in de Groninger scheepvaart is de voormalige inspecteur Mellema. Hij is de drijvende kracht om scheepskredieten te verkrijgen in Den Haag voor de Groninger scheepvaart. Verder is Mellema onder meer oprichter van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In 1939 wordt Mellema voor zijn grote inzet bedankt, wanneer men een schip naar hem noemt. Thank you.
Eind jaren 30 lijkt het perspectief voor de Groninger scheepvaart niet slecht. Wagenborg, reder en cargador breidt uit en in 1940 verhuist het bedrijf naar een voor die tijd zeer groot en modern pand aan de Marktstraat in Delfzijl. Weinigen vermoedden toen dat de oorlog al zo nabij was. In 1939 brengt een smal deel van de Nederlandse marine een bezoek aan Delfzijl. Niet vanwege de oorlogsdreiging, maar om een feest op te luisteren. In de oorlog zelf ligt de scheepsbouw grotendeels stil. Een deel van de Groninger coasters ontkomt naar Engeland, waar ze ingezet wordt voor de oorlogsinspanning. Een ander deel van de coasters wordt gevorderd door de Duitsers om te gebruiken in de nooit gerealiseerde invasie van Engeland. Snel na de Tweede Wereldoorlog pakt de Groninger scheepsbouw met succes de draad weer op en gaat het door met bouwen van allerlei soorten schepen, zoals hier aan het Winschoterdiep. Een van de eerste opdrachten na de oorlog is de bouw van een aantal schepen voor Nederlands-Indië. Zoals hier de Belanta. De typisch Groningse manier van tewaterlating is uiteraard dwarsscheeps. Bij zeer hoge uitzondering gaat er wel eens wat mis. Hier is de Rian bij de tewaterlating in 1948 gekapseist. Een medewerker van de werf kwam hierbij om het leven. In die tijd was het niet ongewoon dat tijdens tewaterlatingen mensen op het schip stonden. Na het ongeluk met de Rian wordt dit dan ook verboden. Met veel moeite wordt de Rian weer omhoog getakeld. Thank you.
In 1951 bestaan er 30 werven in Groningen die samen zo'n 1500 man aan het werk hebben. In het algemeen wordt de coaster groter en zit dicht tegen de 500 ton maximumgrens. De Kroonborg is gebouwd in opdracht van rederij Wagenborg. Een pronkjuweel onder de Groninger kustvaarders. Gebouwd bij Niestern in Delfzijl en te water gelaten op 7 november 1953. De Kroonborg was toen de grootste kustvaarder van Nederland. Ze zit met 499 ton aan het absoluut maximale tonnage, maar is dubbeldeks en bezit het maximaal mogelijke draagvermogen van 1000 ton. Het schip vaart onder ettelijke namen en eigenaars en is nog steeds in de vaart onder de naam Cecilia. Het is de glorietijd van de coaster. Het grote ladingaanbod en de hoge vrachtprijzen in de jaren 50 zijn zeer gunstig voor de coaster. Coasters vervoeren van alles. Hout, graan, steenkool en oud ijzer van Duitsland naar Engeland. In 1960 heeft de coaster haar hoogtepunt bereikt. Er varen 500 Groningse coasters rond op een nationaal totaal van 930. In Groningen zijn het na de oorlog niet alleen de grote rederijen die opdrachten geven. Typisch voor de Groninger scheepvaart blijft voorlopig nog dat bouwopdrachten komen van hele kleine rederijen of kapitein-eigenaars. Op de kustvaarders is personeel nodig. Een opleiding is mogelijk in Delfzijl, de zeevaartschool. Die officieel heet de Noorder Kweekschool voor de Zeevaart Abel Tasman. Jongens volgen een aantal theoretische en praktische vakken. Thank you.
Er zijn diverse opleidingen en cursussen in de kleine of grote handelsvaart, tot matroos, machinist en stuurman. Na 2 jaar is de opleiding voltooid en kan het ruime sop worden gekozen. Een mooi voorbeeld van een Groninger coaster in het begin van de jaren 60 is de Franse Wee. We zien het schip hier aankomen in een Finse haven om een typisch Groninger coasterlading te halen. Hout. Hoewel het lijkt alsof de coaster een zonnige toekomst tegemoet gaat, is de glorietijd van dit scheepstype eigenlijk alweer voorbij. Want de schepen worden steeds groter en gespecialiseerder, zoals koel- en vriesschepen. In 1970 varen er nog maar 336 Groningse coasters op een nationaal totaal van 685. Het leven aan boord is in feite een soort continu klein bedrijf. De motoren in de machinekamer moeten voortdurend gesmeerd worden en altijd moet er iemand de wacht houden. MUZIEK
Veel kustvaarders zijn in die tijd nog in het bezit van kapitein-eigenaren. Maar ook dit verschijnsel verdwijnt langzamerhand in de jaren 60 als de schepen steeds groter worden. Voor particulieren zijn de kosten voor de veel grotere schepen dan niet meer op te brengen. Veel kleine kapitein-eigenaars maken begin jaren 70 gebruik van sloop- en saneringsregelingen om hun bedrijf te beëindigen. De reis van de Frans W. eindigt in de stad Groninger Oosterhaven, waar in die tijd nog regelmatig coasters, producten als hout en steenkolen lossen. Met de opkomst van de grotere zeeschepen is de Oosterhaven te klein geworden. Nog steeds is het de nodige bedrijvigheid, maar de neergang valt niet meer tegen te houden. Scheepvaart verdwijnt meer en meer naar Delfzijl. De stad legt nog wel een aantal nieuwe havens aan, maar het helpt niet meer. De Westerhaven wordt zelfs gedempt. In 1964 opent burgemeester Tuin de Westerhaven als nieuw marktterrein. En inmiddels heeft de Westerhaven alweer een heel nieuwe bestemming gekregen. De haven van Delfzijl nu in het jaar 1964. Nog steeds wordt er Chili Salpeter aangevoerd. Inmiddels is in Delfzijl wel het een en ander veranderd. Delfzijl heeft zich ontwikkeld als industrieplaats. Zeker na de komst van de Nederlandse soda-industrie, het latere AXO. En dat is in de haven te merken.
De uitvoer uit Delfzijl in 1964 is bijna 3 keer zo groot als in 1937 en bestaat voor 80% uit zout. Toch blijft het probleem dat de haven niet bereikbaar is voor de echt grote zeeschepen. Al vanaf 1959 zijn er serieuze plannen om een nieuwe zeehaven te bouwen, de Eemshaven. Deze inwoners van Uithuizenmede constateren echter anno 1963 dat er achter hun dijk nog niet veel is gebeurd. Maar in 1967 is het dan eindelijk zover en begint eindelijk de aanleg van de Eemshaven die in 1973 geopend wordt. De verwachtingen voor het succes van de haven zijn hoog gespannen. De nieuwe Eemshaven ten noordwesten van Delfzijl, geschikt voor schepen tot 40.000 ton, kan voor de ontwikkeling van de provincie Groningen van bijzondere betekenis worden. Nog zijn er geen kaden en geen kranen. En nog moet het eerste schip er binnenlopen. Maar de voorbereidingen voor de toekomstige exploitatie zijn in volle gang. Het gebied rond de havenmond wordt bouwrijp gemaakt, riolering en wegen worden aangelegd. En in aanbouw is al het eerste deel van een elektriciteitscentrale die in 1975 klaar moet zijn. Het is deze Eemscentrale die de energie zal moeten leveren aan petrochemische en metallurgische industrieën die zich naar gehoopt wordt in de nabijheid van de nieuwe haven zullen vestigen. Scheepsbouw in de jaren 70. De bouw van de Pavonis in 1976 bij de scheepswerf Voorwaarts in Hoogezand. De manier van bouwen is in vergelijking met de jaren 30 drastisch gewijzigd. Segment- en sectiebouw en veel minder handwerk. De Pavonis is met zijn 1000 ton nog maar een bescheiden voorbeeld van de schaalvergroting in de scheepsbouw. Het kleine schip van onder de 500 ton verdwijnt uit de vaart. Na de tewaterlating volgt de verdere afwerking, waarna het schip naar zee wordt gesleept. De Pavonis is nog steeds in de vaart. Tegenwoordig heet het schip de Nani.
Groninger werven gaan grotere en speciale schepen maken. Zoals de Mary Anderson van bijna 1600 ton, die in april 1976 bij E.J. Smit in Westerbroek te water wordt gelaten. E.J. Smit is een van de werven die in de jaren 80 het loodje legt. De concurrentie uit Azië wordt sterk en in veel Europese landen krijgt de scheepsbouw meer overheidssteun dan in Nederland. De werkgelegenheid in de scheepsbouw neemt sterk af. In 1987 minder dan 1200 man. Een halvering van het aantal werkenden van 1981. Vanaf 1970 komen er bij sommige werven in Groningen ook langshellingen om te waterlatingen te doen. Zoals hierbij Van Diepen in Waterhuizen. Daar wordt in 1983 het koelschip Nautic van bijna 4000 ton te water gelaten. In de jaren 90 herstelt de scheepsbouw zich weer heel behoorlijk. Patje, opgericht in 1778 en daarmee de oudste nog bestaande werf in Groningen, bouwt veel bevoorradingsschepen voor de offshore-industrie en gastankers. Dit was de tewaterlating van het Casco van de gastanker Dollard Gas in 1990. Een schip van bijna 100 meter lengte, 16 meter breed en 4200 ton. In de jaren 90 worden de schepen steeds groter en de tewaterlatingen steeds spectaculairder. In de geschiedenis van de Groninger scheepsbouw zit een herkenbaar patroon. De schepen die binnengaats worden gebouwd, worden steeds maar groter en groter. En telkens weer ontstaat het probleem, hoe krijgen we die schepen naar zee? Het verbreden van kanalen, zoals het Winschoterdiep en het maken van nieuwe bruggen, blijken telkens maar een tijdelijke oplossing van de problemen. Een meer definitieve oplossing zou kunnen zijn om schepen buitengaats te bouwen. Bijvoorbeeld in de Eemshaven, waarvan de hooggespannen verwachtingen tot nu toe niet zijn ingelost. Maar misschien komt er in de toekomst zo'n buitendijkse werf. Patje opende er al een assemblagewerf. En nog mooier is het plan van de Duitse Meyer Werft om cruiseschepen af te bouwen in de Eemshaven. Het zijn weliswaar geen Groninger coasters, maar zeker bij nacht is het een schitterend gezicht.